Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte. Ik heb eindelijk de Zoom-knop gevonden. Maar, wat ik nog wou vertellen is dat waarschijnlijk Meerdam terugkomt. Meerdam komt terug. Meerdam roleplay, ja. Surfen die niet echt goed gelukt is. Niemand kwam meer op een gegeven moment. Het was dood in Meerdam. En dan moet ik een hele moeilijke dilemma gaan uitleggen hoe alles werkt. Je kan dus een server kopen en daar kan je dus de server op laten draaien. Zodat jij dus je eigen roleplay server hebt. Moet je voor betalen. Allemaal heel leuk en aardig. Dat heb ik dus gedaan. Maar ja, die ene keer dat Joost en anderen kwamen. En op een gegeven moment was eigenlijk de enige nog die echt serieus met de rol server of de roleplay server bezig was. Dat waren Justin en ik. Ja, voor de rest was er niet veel meer in ieder geval. Dus dat was het eigenlijk een beetje dan met de roleplay server. Want ja, dan heb je echt zoiets van ja, doe ik het daarvoor? Ja, het is vervelend in ieder geval. Maar goed, in ieder geval, je kan dus ook, dat had ik al een keer uitgeprobeerd, dat lukt ook. Je kan ook je server laten draaien op je computer. En dan kan je ook een roleplay server maken. Nou, dat is helemaal gratis, want je moet de computer aan laten staan. En de computer is dan eigenlijk je server waarop je je sessie, je roleplay server draait. Dus dat heb ik gedaan in ieder geval. Dat kost helemaal gratis. En ik ben weer overnieuw begonnen met Meerdam. Meerdam is weer terug, jongens. Meerdam is uit de as herrezen. Ik heb helemaal ben ik opnieuw moeten gaan starten ervoor. Want ik had alles al weggegooid. En eigenlijk al een klein beetje de hoop opgegeven eigenlijk. Dat ik ooit nog een eigen roleplay server zou hebben. Maar het is toch weer teruggekomen. Ik ben helemaal overnieuw begonnen. Ik ben inmiddels aardig ver, ben ik. Ik ben al lang nog niet klaar, want de server komt eigenlijk nooit af eigenlijk. Je hebt altijd wel extra auto's, dingen die je wilt toevoegen aan je spel. En dat is gewoon leuk. Je kan natuurlijk elke keer kan je het een klein beetje uitbreiden met nieuwe gebouwen, nieuwe auto's. Dus eigenlijk een roleplay server komt eigenlijk nooit af. Maar ik vond het wel leuk, want het is nu gratis. En nu kan ik gewoon lekker op mijn eigen server gaan lopen rotzooien. Zonder dat ik ervoor hoef te betalen. Zonder dat het me geld kost. En zonder dat, dat eigenlijk een server staat te verpieteren terwijl er niemand op zit. Want als er niemand is, ik zet gewoon de computer zet ik gewoon uit. En als mijn computer uitstaat, ja, dan heb je pech gehad. Dan kan je niet op de server. Het was toch wel heel erg. Weinig mensen kwamen er op Meerdam. Dus voorlopig is dat ook niet echt nodig om die server constant te laten draaien. Nu heb ik hem ook weer uitgezet, want ik heb gewoon weer ben nu weer nieuwe auto's aan het plaatsen en zo. Dus komt allemaal wel goed allemaal. In ieder geval ben ik weer bezig. Roleplay is weer terug. Meerdam is weer terug. Ik hoop binnenkort even een videootje te maken erover. Dat lijkt me wel ontzettend leuk, lijkt me dat. Dus vandaar. In ieder geval, dat was eventjes de vlog voor vandaag. Meerdam is weer terug. Burrito is er ook nog. Kijk, die zie je net voorbij scheuren. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, jongens, abonneer even op mijn kanaal. Laat even een dikke duim omhoog achter voor deze video. En ik spreek jullie allemaal weer bij een volgende vlog. Jongens, groetjes van deze kant en tot de volgende. Bye bye. Oi!